Dossier Mastenbroek. Op Den Haag FM. Ja, zeg, wat een gigantisch bedrag, zegt dames en heren. De Nacht van de Vluchteling heeft dit jaar ruim 1,6 miljoen euro opgebracht. Er deed dit keer een recordaantal van 5600 wandelaars mee aan de speciale tocht over maar liefst 40 kilometer. Nou, dat was ook een verkleinde route, maar daar horen we straks alles over. Er werd in elk geval heel veel geld ingezameld voor vluchtelingen. Ook onze eigen burgemeester Pauline Krikke liep mee. Aan de telefoon Sherry Helderman van Stichting Vluchteling. Goedenavond. Hallo Martijn, goedenavond. Ja, laten we eens even een duik nemen terug in de tijd. Kun je eens vertellen hoe het initiatief van deze nacht ooit tot stand is gekomen? Ja, de Nacht van de Vluchteling is een initiatief van Stichting Vluchteling. Omdat er elk jaar een ontzettend groeiend aantal vluchtelingen is wereldwijd. En elk jaar wordt het evenement georganiseerd. Dus een sponsorloop, landelijk, waaronder ook in de stad Den Haag. Om geld in te zamelen voor noodhulp aan vluchtelingen in de regio. En dit jaar is het alweer de 10e keer dat het evenement werd georganiseerd. Dus dat is eigenlijk ook een bijzonder jaar, een jubileumeditie. Ja. En gelukkig is het ook een ontzettend succes geworden. Hebben we een record aantal deelnemers en een prachtig bedrag. Dus wij zijn heel blij. Afgelopen zondag kwamen die deelnemers over de finishlijn. Hoe is de tocht verlopen? Ik vertel het net al, het is nu vrij drukkend warm. Maar ja, die nacht, hoe hebben ze het beleefd? Ja, nou, we vonden het nog een beetje spannend qua weersvoorspellingen, want er was eerst wat regen voorspeld. Maar gelukkig uiteindelijk bleek het ontzettend zonnig te zijn in de middag. Dus voor de avondlopen van 10 en 20 kilometer, ja, die starten in de stralende zon. En het is ook de hele nacht eigenlijk wel droog gebleven. Dus de mensen hebben echt kunnen genieten van een fijne, zwoele zomeravond, een nacht. En we hebben eigenlijk alleen maar heel positieve reacties gehad van mensen. Dat ze het echt een inspirerende avond en nacht vonden. Bijzondere gesprekken hebben gevoerd. Een hele bijzondere sfeer is dat natuurlijk als je met zoveel honderden mensen samen door het donker loopt. Soms ook door het bos, waar je eigenlijk nooit s'nachts komt op dat soort plekken. Dus dat is een hele bijzondere ervaring. En zijn het dan net zulke fanatiekelingen als je bijvoorbeeld ziet bij de Nijmeegse Vierdaagse? Nou, die zitten er ook zeker tussen. Er zijn fervent wandelaars die meedoen, maar ook mensen die eigenlijk bijna nooit echt hebben gewandeld of verre afstanden hebben afgelegd, die soms ook echt ongetraind meedoen. Dus er zit echt van alles bij. Ja, dat vinden we ook zo knap. Dat er dus ook mensen zijn die het toch aandurven, ondanks dat ze niet echt wandelen als hobby hebben bijvoorbeeld. Ja. Kun je eens wat vertellen over het doel van de tocht? Wat willen jullie bewerkstelligen? Wat moet er op de kaart gezet worden? Nou ja, wat vandaag ook bekend is geworden is dat er op dit moment 71 miljoen mensen op de wereld op de vlucht zijn. Nou, dat staat ongeveer gelijk aan 1 op de 100. En dat staat ongeveer gelijk aan elke 2 seconden iemand die zijn huis moet verlaten voor oorlog of conflict. En dat is echt een ongekend hoog getal. Dat kan je gewoon bijna niet voorstellen. En er was één deelnemer die zei van wij lopen nu de Nacht van de Vluchtelingen. Wij kunnen daarna lekker ons bed induiken en morgen gewoon weer doen waar we zin in hebben. En deze mensen die kunnen dat niet. Die moeten morgen gewoon weer lopen. En de Nacht van de Vluchtelingen is eigenlijk bedoeld om geld in te zamelen natuurlijk. Voor noodhulp voor deze mensen. Dus voor schoon drinkwater, voeding, medische zorg, opvang. Maar tegelijkertijd ook een soort symbolische beleving. Want je gaat samen met elkaar de nacht lopen. Je verplaatst je eigenlijk een beetje in de schoenen van zo'n vluchteling. Dus je voelt ook een beetje hoe het is om te moeten vluchten. Ja. Het is natuurlijk lang niet hetzelfde. Maar een beetje die beleving ook, zodat je weet waar je het over hebt. In Amsterdam liep onder andere Johnny de Mol mee, een bekend gezicht. Er was dit jaar ook in onze regio hoog bezoek. Burgemeester Pauline Krikke. Ik zag er op foto's inderdaad voorbij komen in een sportieve broek. Er ging ook echt het gesprek aan met de mensen. Is het belangrijk dat bekende gezichten jullie ondersteunen? Nou, zeker weten. Ja, onze ambassadeurs zijn ontzettend belangrijk. We waren ook heel erg blij dat burgemeester Krikke meeliep. Dat laat ook zien dat het in Nederland een belangrijk onderwerp gevonden wordt. En dat mensen ook, die raken daardoor geïnspireerd om ook mee te doen. Dus wij zijn heel blij dat ze iemand als de burgemeester en bijvoorbeeld ook minister Sigrid Kaag, die was er ook bij in Rotterdam, Den Haag, dat zij daar ook aandacht aan willen besteden. Dat maakt natuurlijk alleen maar dat bevestigt dat het een belangrijk onderwerp wordt gevonden in Nederland. En daar zijn we natuurlijk heel blij mee, ja. Een gigantisch bedrag, 1,6 miljoen. Er werd eerst gecommuniceerd 1,5, maar er kwam er al snel nog een tonnetje bij. Staat het nog steeds op 1,6 of is er alweer meer bijgekomen?
Nee, het staat op dit moment nog op 1,6 inderdaad. Daar zijn we natuurlijk super blij mee. Maar wat ook wel belangrijk is om te zeggen, is dat mensen nog steeds kunnen doneren. Ja. En dat kan nog tot 1 september. Dus alle deelnemers die hebben meegedaan, die kun je nog steeds sponsoren via onze website, nachtvandevluchteling.nl. En alle beetjes helpen nog steeds. Dus we gaan nog steeds voor hoe meer, hoe beter natuurlijk. Ja, kijk, het probleem, hè, het drama wat zich overal in de wereld afspeelt, ja, dat kun je niet direct oplossen met geld. De eerste basisbehoeften kunnen jullie natuurlijk wel verzorgen. Je vertelde het net al een beetje, Sari, in een notendop, maar kun je nog eens vertellen wat jullie concreet gaan doen met die 1,6 miljoen? Ja, zeker. Nou, de komende weken gaat Stichting Vluchteling kijken waar de nood het hoogst is. Dus op dit moment is nog niet precies bekend naar welke landen het geld gaat. Maar waar het aan besteed wordt, dat kunnen we wel al zeggen. Want het gaat echt om de eerste voorzieningen, dus de basisbehoeften om schoon drinkwater, medische zorg, voeding, bijvoorbeeld ook ondervoedingsklinieken, tenten. Dus eigenlijk alles om ervoor te zorgen dat mensen die hun huis hebben moeten verlaten weer zich een klein beetje thuis kunnen voelen en dat er ook een klein beetje voor ze gezorgd wordt. Dus de plek waar ze tijdelijk hun onderkomen hebben, die vluchtelingenkampen die vaak heel primitief zijn, daar proberen wij dus voor te zorgen dat ze wel gezond kunnen blijven en goed kunnen worden opgevangen. Dus daar doen we het eigenlijk voor. Ik vertelde het al, dit jaar 5600 deelnemers. Ik maak het ook een beetje de vergelijking met de Nijmeegse Vierdaagse. Daar lopen natuurlijk veel meer mensen mee. Is het ook wel de bedoeling dat jullie ook toch wel tot grote proporties uiteindelijk gaan groeien? Zeg je van, joh, kom maar op en volgend jaar doen we dat gewoon met 10.000 man? Nou, heel graag natuurlijk, ja. Ja, want meer deelnemers, dat betekent natuurlijk ook meer sponsors hopelijk. En dus ook meer opbrengsten. En wat ik net zei, een aantal van 71 miljoen vluchtelingen op dit moment, dat is echt exponentieel gegroeid de afgelopen jaren. Dus dat geeft alleen maar aan dat het ontzettend hard nodig is dat de mensen die dat kunnen en dat willen, zich daar hard voor maken. Dus ja, kom maar op. Stel dat mensen volgend jaar willen meelopen. Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, de voorinschrijving is al geopend. Volgend jaar zal de Nacht van de Vluchteling plaatsvinden in de nacht van 20 op 21 juni 2020. En je kunt je daar nu al voor aanmelden. Dus op onze website nachtvandevluchteling.nl kun je je al voor inschrijven voor volgend jaar. Dus dan ben je al verzekerd van een plek. Kijk, waarvan dus hoe eerder je erbij bent, hoe beter. Zeker weten. Sari Helderman van Stichting Vluchteling, dankjewel. Nog een fijne avond. Heel graag gedaan. Jij ook. Dankjewel. Volg Dossier Bastenbroek ook op Facebook, Twitter en Instagram. Den Haag.